Axel Ruger is directeur van het Van Gogh Museum. Zit hier aan tafel en hij weigerde mee te werken aan de documentaire waarin een inbreker als Okkie zo'n groot podium krijgt. Okkie zit hier ook, Okkie Durham, aan tafel. En hem is ook verboden ooit nog een stap in het Van Gogh Museum te zetten, ook als je via het raam gaat. Toch zitten ze nu hier tegenover elkaar. Laten we even kijken naar wat beeld uit de documentaire die Vincent Verwij heeft gemaakt. Mensen zeggen, je hebt geboren voetballers, je hebt geboren leraren, ik ben een geboren inbreker. Met onwaarschijnlijk groot gemak, zo lijkt het, hebben inbrekers twee schilderijen van Vincent van Gogh weten te ontvreemden. Alle ramen zijn op een bepaalde dikte hier al en om die hoek zijn de ramen het dunst. Als het gat groter had geweest, had ik die aardappeltjes gepakt. Nee, hier lagen ze dan. Twee wereldberoemde schilderijen gewoon in de gangkast in de statie de buurt. Ja. Begrijp je dat de directie en de medewerkers van het Van Gogh Museum jou een ongelofelijke klootzak vinden? Die van toen de tijd wel, maar die van nu niet. Die van nu zit hier aan tafel. Welke kwalificatie geeft u aan deze man? Ik ga me niet laten verleiden om een dergelijk vocabulaire te gebruiken. Maar ronduit gezegd is het voor ons een enorme kwetsing geweest, dat hele verhaal. Het museum is beschadigd, het Nederlandse erfgoed is beschadigd, het Nederlandse volk is eigenlijk ook beroofd in het geheel. Ik kan u verzekeren dat ook de medewerkers van het museum van nu en deze directeur hier nog steeds kwaad over zijn en zich gekwetst voelen. En dat nu ook op deze manier nu wordt uitgedragen, daar zijn we nu ook bepaald niet blij mee. Kun je dat ook voorstellen? Jawel. Net zei je nog dat je dat niet kon voorstellen. Ja, maar het is een oude opname van een tijdje terug. Maar ik heb dat onderschat. Ik heb echt gemerkt van wat dat doet als de kunst dus weg is. En ik wist niet dat daar echt zoveel liefde voor was. Want ik weet daar helemaal niks van. En dat zie ik nu eigenlijk pas. En ik had zoiets van, ik dacht van, er was toen een andere directeur. Ik heb ook opname voor de BBC gemaakt. En dan zeg ik, ik wil heel graag mijn excuus aan hem persoonlijk brengen. En dus ik begrijp dat heel goed. Ik heb dat nogmaals onderschat. Ik had geen idee. Heb jij ooit excuses gemaakt of iets anders richting het Van Gogh Museum en de directeur die hier aan tafel zit? Nee, maar dan alsnog bij deze. Bij deze mijn excuus. Maar ik heb nogmaals onderschat van wat een impact dat had op kunstliefers en u als directeur. Zullen we even kijken, nog één fragment uit die documentaire van jou, Vincent, waarin we zien hoe jij met de kunst bent omgegaan. Waar heb je dat stukje afgebladderde verf gelaten? Ik heb het volgens mij door de wc gespoeld. Het is bewijs, het is een spoor, weet je. Mensen zeggen tegen mij van, hey, jij hebt een Van Gogh in je handen gehad. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan. Maar je hebt dus ook een stukje Van Gogh door de wc gespoeld? Ja, maar ik heb ook aan dat hoekje. Omdat er kwam in de pers dat er zand van in het schilderij zit van het verf. Heb ik eraan zitten likken, kijken of het naar zand smaakt. Dit moet voor u heel pijnlijk zijn eigenlijk. Dit is uitermate pijnlijk. Ik vind het ook enorm confronterend en ook kwetsend. Want kijk, het bestaan van het museum is onze dagelijkse taak is om het erfgoed van Vincent van Gogh, zijn kunst, te beheren, te behouden, te beschermen voor de eeuwigheid. Dus we kunnen daar op geen enkele manier lacherig over doen. Het is dat wat ons dagelijks bezighoudt. En dat het dan op deze manier daarover gesproken wordt. En wij dan nu ook dankzij uw daad een schilderij terugkrijgen wat beschadigd is. Wat tegen alles ingaat. Wat mag ik even uitpraten? Wat tegen alles ingaat waar wij voor staan. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik me enorm gekwetst voel. Vincent van Gogh schrijft dus een brief aan zijn broer Theo dat er zand in dat schilderij gewaaid is en dat hij soms ook zand door de verf mengde. En ik zie hier gewoon een boef die interesse voor kunst ontwikkelt. Ach, kom op, Vincent, alsjeblieft. U moet wel een beetje kunnen relativeren, meneer Ruger. Ja. Dus u maakt het nu heel dramatisch. Hij heeft niemand vermoord. Ik geloof ook niet dat moord op tafel ligt. Maar vind je dat je een aantal Van Gogh's stelen en ook stuk maken enigszins, dat je dat kunt relativeren? Niet als je het expres stuk maakt. Nou, ik denk toch dat het stelen van een Van Gogh expres is gebeurd. Of is dat per ongeluk gebeurd? Ja, maar beschadigen niet. Nou, hoort dat niet bij de job, dat per ongeluk dan ook kan gaan gebeuren? Dat kan gaan gebeuren. Maar ja. Het is niet zo dat hij dat ding kapot heeft gemaakt opzettelijk. Nee, je hebt wel de lijst eraf gehaald, hè? Jawel. Waarom eigenlijk? Ik had gezien op internet dat er maar één schilderij in het museum is wat de originele lijst heeft.
En ik dacht dus, dan, ja, wat moet je dan met die lijst? En het is zwaar, het gaat om het schilderij zelf, en daarom. Ja. Nou, maar eerlijk gezegd, we zijn nu hier aan het relativeren. Ik bedoel, u heeft twee schilderijen die eigendom van iemand anders zijn. En dan niet van het museum, maar van de Nederlandse staat, van het Nederlandse volk. Van ons. Van ons allemaal. Die heeft u gewoon gestolen. Daar valt niks aan te relativeren. Nee, dat niks aan dat te relativeer zeggen. Ik ook niet. Dat is slecht, dat is slecht, dat is vreselijk. Kunstliefhebber nu daardoor. Nou, ja, en daar heeft hij voor gestraft. Ja. En daar is hij 4 jaar voor gestraft. En is hij in 2006 al voor vrijgekomen. U gaat toch niet zijn hele leven hem iets nadragen... waar hij al 4 jaar voor in de gevangenis heeft gezeten. En dan 14 jaar later een museumverbod opleggen? Als een soort natrap? Het is helemaal geen natrap. Kijk... In eerste instantie is het maar zo, om het maar even heel duidelijk te maken... De heer Durham heeft op geen enkele manier een handreiking naar het museum gedaan. Hij is in 2013 bij u geweest om aan te bieden om de schilderijen terug. Vincent, laat hem maar hij zegt iets wat niet waar is. Laat hem even uitspreken, feitelijk onjuist. Wat ik wilde zeggen, heeft geen enkele handreiking gedaan om spijt te betuigen, om excuses aan te bieden. Ik moet op het moment, op de dag dat bekend werd dat die schilderijen teruggevonden werden, via, namelijk via u en via de media horen, dat hij 14 jaar lang tegen ons gelogen heeft, ineens toegeeft dat hij het heeft gedaan. Nou, dat is voor mij eigenlijk een beetje het hoogtepunt van het cynisme, om op die manier nu ook op deze hele publiciteitsgolf mee te rijden. Dat maar ten eerste. Ja, en toen ze nog niet terug waren, waren ze bij een maffiabaas. Een man van een grote Camorra-organisatie in Napels. Rafael Imperiale heet hij. Ja, dan kan hij toch niet gaan bekennen en zeggen wie die schilderijen heeft. Maar hij heeft toch 14 jaar lang de daad ontkend. Maar daar wil ik het ook niet hebben. Je hebt me aangesproken op het huisverbod. En het is nu eenmaal zo, we hebben een heel eenvoudig reglement... en dat staat ons ook toe. Mensen die dreigen schade toe te brengen aan de collectie... en mensen die schade toe hebben gebracht aan de collectie... wordt de toegang gewoon aan het museum ontzegd. Ja, maar er was één punt wat ik zei, dat u, waar u feitelijk onjuist een bewering over deed. Namelijk, hij heeft nooit in onze richting een stap gedaan. Hij is in 2013 bij u geweest om aan te bieden... te helpen bij het terugvinden van de schilderijen. Hij is toen weggestuurd. U nam zelf niet eens de moeite om bij dat gesprek aanwezig te zijn. Dat gaat nu eenmaal via advocaten. Hij is ook met zijn advocaten bij onze advocaat geweest. Onze advocaat heeft destijds duidelijk aangegeven... je hebt 3 weken de tijd, kom maar met informatie... en dan zullen we zien of daarover te praten valt. En daar is niks gekomen. Nee, even voor de helderheid. Oké, jij hebt die schilderijen... laat ik u zeggen, want ik zeg tegen iedereen hier aan tafel nu u. U heeft die schilderijen gestolen. U heeft de schilderijen uiteindelijk verkocht aan een Italiaanse maffiabaas, Rafael Imperiale. En daar zijn die schilderijen nog steeds ook uiteindelijk bleven daar. Ja, die waren daar. Ja. Ja. U heeft niet in 2012, 2013 of wanneer dan ook tegen meneer Ruger of zijn medewerkers gezegd... ik weet waar de schilderijen zijn, want ik heb ze namelijk verkocht aan die of die. Maar dat wordt net uitgelegd, dat kon toch niet? Dat kan ik toch niet zeggen? Dat is toch levensgevaarlijk? Dat is levensgevaarlijk. Maar dan heeft hij de volgende dag een paardenkop in zijn bed. Ja, dat kan zo zijn. Als dat maar geen gestolen paardenkop is. Nee, maar hij was bereid te bemiddelen. Ja? En dus een stap richting die Rafael Imperiale te nemen. Van, ik wil die schilderijen terug naar het museum. Ja. Ja. Maar nou ja. Hoe zou je moeten bemiddelen met een maffiabaas? Nou, laat het ook iets maar uitleggen. Alsnog eens. Hoe zou je kunnen bemiddelen met een maffiabaas? Dat zie je eigenlijk in die documentaire. Hoe dat is gegaan, hoe ik dat uiteindelijk zou gaan doen, dat zie je in de documentaire. Imperiale wilde er in 2007 al vanaf. Heeft ze toen aan Min Kok, topcrimineel Min Kok, aangeboden. Ja. Dus Okkie wist, Imperiale zit met die dingen in zijn maag, hij wilde vanaf. Ja, ja. Het probleem was ook dat Mink vast zat. Ja. Hoeveel heb je die schilderijen verkocht eigenlijk? Kan ik geen antwoord op geven. Waarom niet? Financiële redenen. Ik heb wel eens eerder iets gehad dat ik zei in een strafzaak. En daarna mocht ik alsnog bij de belasting alsnog komen. Dus je bent bang dat je belasting moet betalen over het bedrag? Ik zeg gek hier met die dingen. Dus ja, ik weet wel wat de vordering is en alles. Dus ja, ik zit hier niet op te wachten. Daar wil ik juist vanaf. Ik wil nog even naar die meneer Imperiale. Want er zit wel een merkwaardig kantje aan. Die heeft namelijk door het inleveren van deze schilderijen een strafvermindering gekregen. Zullen we even kijken? Rafael Imperiale stuurt deze verklaring aan de Italiaanse justitie. Hij bekent schuld aan drugshandel en zegt dat hij inderdaad de 2 Van Gogh schilderijen in zijn bezit heeft. Imperiale wijst zelf de vindplaats van de schilderijen aan.
Zijn ouderlijk huis in Castellammare di Stabia. In ruil voor het terugbezorgen van de doeken eist het Openbaar Ministerie bij de rechtbank geen 20 jaar gevangenisstraf, maar slechts 12 jaar. Dit lijkt mij best ongemakkelijk. Als je ziet dat het dus toch kennelijk lonend is om topkunst in je bezit te hebben als het gestolen is. Nou ja, wat hier even niet vermeld wordt is dat Imperiale uiteindelijk 18 jaar heeft gekregen dit jaar. Dus het is maar een verschil van 2 jaar. Maar toch. Maar los daarvan, kijk, daar wordt kunst, daar worden dingen gestolen om allerlei verschillende redenen. En of dat nu lucratief is of niet, het blijft gewoon het feit dat een strafdaad wordt begaan en dat het op heel veel manieren schade berokkent aan mensen, aan objecten, aan ons aller bezit. En dat is waarom ik hier zit en wat ik in de hele zaak vervelend vind. En of dat dan ooit, omdat iemand kunst steelt, daar tot een strafvermindering zou kunnen leiden als hij dat teruggeeft, ja, dat is ook aan justitie. Ja. Wat is jouw, wat vind jij van deze hele kwestie nu eigenlijk? Bedoel je dat van de vordering die nog open staat? Nee. Oh. Alles. Zoals je zit hier nu. Ik heb je vanavond bij de Wereld doorgezien, waarin jij met enige trots zei van ja, ik ben een beetje de Champions League van de boeven. Ik heb het teruggekeken en dan zie ik ook dat ik van inderdaad zou doen. Maar ja, de hele zaak zelf, ik ben helemaal verbaasd van de aandacht, weet je. Ik heb het ook wel opgezocht, maar ik had niet verwacht dat het zo veel zou zijn. Maar ja, Van Gogh, weet je, dan weet je natuurlijk. Ja, maar het werd daar ook gevraagd. Ik heb daar niet bij stil. Toen het gepikt werd, ook stond ik daar niet bij stil. Ik weet niks van kunsthandel. Of waarde van kunst en de liefde daarvoor. Daar wist ik niks van. Dat weet ik eigenlijk pas. Ja, ik wil nog heel even, want het einde van de documentaire is, daar zit ook nog wel iets in wat toch nog wel enigszins opmerkelijk is. Zou het jou lukken om hier nog een keer naar binnen te gaan? Ja. Ja? Ik zal je wat vertellen. De zwakke plek van het Van Gogh Museum nu, dat het nog steeds kan, is hier. Die rand. Als iemand hier met een bus komt, hij zit erop op die bus, ladder, element erop, pak, klapt het raam eruit, heb je de zonnebloem in je handen. En die hangt daar. Ja. Dit komt mij niet over als iemand die zegt van, ik had het nu niet in de gaten, of toen niet in de gaten, maar nu wel. Beetje Amsterdamse humor. Ik bedoel er niks verkeerds mee. Ik zou ze best veel willen adviseren hoe je het wel moet beveiligen. Maar ik bedoel, ik ben klaar. Ik doe niks meer. Ik doe geen strafbare feiten. Ik ben klaar met straat. Ja. Is het ook zo dat wat je zegt, dat het ook zo is? Dat als je dat zou doen wat jij zei, dat je dan ook daadwerkelijk het schilderij te pakken zou kunnen krijgen? Ik weet niet of die natuurlijk nog hangt, maar toen hing hij er. En dan, ik denk het wel. Ja? Schrikt u daarvan als u dit hoort? Dat u denkt, we hebben toch nog ergens een lek? Ik ben daarvan overtuigd dat dat niet zo is. Ik vind het ook uitermate beledigend en smakeloos dat die documentaire daarmee eindigt. Maar los daarvan eigenlijk, wat ik toch ook nog kwijt wil, omdat we nu hier toch zo gezellig zitten, is dat wij eigenlijk hier op een heel erg feestelijke dag zitten. Het was toen de zwartste dag in onze geschiedenis en vandaag is de gelukkigste dag in onze geschiedenis. En dat wij nu, en dat ook in de media het zo sterk gedomineerd wordt door dit verhaal van u allebei, terwijl eigenlijk wij in het museum vandaag de hele dag feest hebben gevierd. We zijn buitengewoon gelukkig dat ook tegen alle hoop in die werken toch weer terug zijn gekeerd. Kijk even naar het ene werk wat er nu voor staat en omschrijf eens waarom dit zo mooi is. We zagen net het uitgaan bij het kerkje in Nuenen. Jongens, even, dit is niet wat ik wil laten zien. Ik wil gewoon even één beeld waar meneer Ruger even bij kan praten. En dat is natuurlijk. Nou, we hebben nu allebei de werken. Dus links het uitgaan bij de kerk in Nuenen, waar de vader van Van Gogh als dominee werkte. Hij heeft dat schilderij geschilderd als cadeau aan zijn moeder, die met een gebroken been op bed lag. Dus heel aandoenlijk. Maar wat eigenlijk nog veel opmerkelijker is, een half jaar later overleed zijn vader. En daarop heeft hij dat schilderij nog een keer aangepast en heeft die figuren op de voorgrond toegevoegd. En ook in rouwkleding voor een deel, als een soort eerbetoon ook aan zijn vader. Dus daarmee heeft het schilderij niet alleen enorme kunsthistorische waarde, maar ook een enorme
grote emotionele betekenis, zowel voor het museum, voor het hele verhaal en als ook voor de familie van Gogh. Juist. Tot en met 14 mei in ieder geval gewoon te zien in het Van Gogh Museum. Gelukkig. En wat gebeurt er dan daarna met de schilderijen? Nou, daarna zullen wij ze een na de ander naar het restauratieatelier brengen. Want ja, één schilderij is beschadigd, dus dat moet sowieso gerestaureerd worden. Dus daar gaan we onderzoek naar doen en dan de werken behandelen en zo snel mogelijk weer terugbrengen op zaal. Juist. En is het autoglas wat in de ramen van het museum zat nu verbeterd? Zit er nu gepantserd glas in? U zult begrijpen dat ik verder geen uitspraken doe over de veiligheidsmaatregelen van ons museum. Maar ik kan u verzekeren dat wij in de loop der jaren, want er zijn nog allerlei andere bedreigingen in de wereld om ons heen daarbij gekomen, dat is de beveiligingen bij hebben. Dank jullie wel. Dank voor jullie komst.